Wij zijn op zoek naar informatie over bijzondere en oude verenigingen in Woerden. Wat leuk. Ik denk dat ik wel wat weet. Ik ga even achter kijken voor u. Eén moment alstublieft. Bij onze zoektocht naar oude verenigingen stuiten we op de katholieke plattelandsjongeren in Harmelen. We staan hier voor de Bavo-kerk in Harmelen in het kader van ons programma over bijzondere en oude verenigingen. En in dit kader praten we vandaag met twee oud-bestuursleden en bestuursleden van de KPJ Crespon. Allereerst Frank van Rooyen. Dag Frank. Dag. Kun jij vertellen wat KPJ voor staat? De KPJ staat voor Katholieke Plattelandsjongeren. En dat is eigenlijk een vereniging die vanuit de kerk is ontstaan en overal afdelingen had. En zo was ik dus voorzitter in de jaren 85 tot 92 van de Katholieke Plattelandsjongeren Harmelen. Kijk eens aan. En naast mij staat Maaike van Veen. Maaike zit in het huidige bestuur, is verantwoordelijk voor Public Relations. Maaike, waar staat Crespon voor? Nou, de Crespon staat voor creativiteit, ontspanning en sport. We gaan verder zo in Decibel en jullie onderkomen om daar wat verder te praten over deze bloeiende vereniging. We zijn verhuisd van bij de Bavo-kerk naar het thuishonk van KPJ Crespon in het gebouw Decibel hier in Harmelen. En het eerste waar we zo over willen praten is eigenlijk van in welk jaar is de KPJ Harmelen opgericht? Nou, die is opgericht in 1965. Dat wil niet zeggen dat er voor niks was. Daarvoor was het, zoals dat in die tijd ging, keurig netjes een jongensvereniging en een meisjesvereniging. Ja. Maar in 1965 is met de zegen van de pastoor overal eigenlijk in de landen zijn de jongens- en meisjesverenigingen verenigd tot een KPJ. En die jongens- en meisjesverenigingen die er eerst waren, waren dat de Jonge Boerenbond en de Jonge Boerinnenbond? Ja, klopt. Die twee? Ja, MBA, ja. En de JBTB. Ja. En zoals de afkorting eigenlijk al zeggen, lag dat nadruk heel erg op wat er in de agrarische sector speelde. Dus ook voorlichting. Ik kan me uit hele oude notulen herinneren dat kunstmest werd gepromoot, bijvoorbeeld bij jonge boeren. En daarnaast was er iets van gezelligheid, dat wil zeggen een toneelvoorstelling en een keer een dansavond. Maar daar hield het toch eigenlijk wel mee op. Ja. In die beginjaren van de KPJ, was er toen veel bemoeienis vanuit de kerk vandaan? Nou, het was wel op afstand. Kijk, in die tijd had je overal een geestelijk adviseur, zoals dat heette. Dus dat was een kapelaan die een beetje over de schouder van het bestuur meekeek. En het waren uiteraard keurig nette dansavonden, om even zo uit te drukken. Maar de kerk was al heel erg op afstand. Ja, we zitten nu in Decibel, maar Decibel is van een veel latere datum dan 1965. Waar hebben jullie allemaal eerst gezeten? Het was vroeger een parochiehuis, parochiejeugdhuis. En toen later is voor de paar activiteiten die er waren, laat ik dat wel laten zeggen, is men nog uitgeweken naar het HI-gebouw in Harmelen, Harmelens initiatief. Maar uiteindelijk helpt het ontzettend als je echt een eigen honk hebt om zeg maar, een vereniging tot bloei te brengen. Dus toen in 1981 is Decibel gebouwd, toen die kans zich voordeed, heeft de KPJ, maar ook andere verenigingen in Harmelen, dat met beide handen aangegrepen. Ze hebben dit gebouw ook zelf gebouwd. Decibel schrijven ook met een Z, de Z van zelfwerkzaamheid. Dus dat zit er nog steeds een beetje in. En ik zou bijna zeggen, zonder dan de oudere generatie te veel in de hoek te zetten, dat toen eigenlijk pas het echte KPJ-leven begon. Dat wil zeggen de KPJ als ontspanningsvereniging. Als ontspanningsvereniging, oké. Okay. Op een gegeven ogenblik is de KPJ is veranderd van naam en het is Crespon geworden. Klopt. Nou, Maaike heeft bij de Bavo-kerk al verteld waar het voor staat. Maar wanneer heeft dat plaatsgevonden? Dat is eigenlijk toen de KPJ in een dipje zat in de geschiedenis. Dat was begin jaren 70. KPJ, Katholieke Plattelandsjongeren. Ja, het is niet een hele sexy naam als je ook andere doelgroepen wil trekken. En ik vind zelf dat de naam Crespon ook wel een beetje jaren 70 klinkt, zeg maar. Ja. Dus werd vooral benadrukt, wat voor activiteiten zijn er nu? Nou ja, Maaike heeft al gezegd, creativiteit, sport en ontspanning. Dus dat is een hele brede vereniging waarmee men ook gewoon eigenlijk alle mensen uit het dorp wilde trekken. En niet meer de echte boeren.
En wat hebben jullie hier in ruimtes beschikbaar op dit moment? De Crespon heeft de ruimte waar we nu in zitten tot de beschikking. Ja. En met grote feesten die wij even uit mijn hoofd 4 keer per jaar hebben, gebruiken wij de grote zaal hier in hetzelfde gebouw. Ja. Die zit een paar zaal verderop. En daar kunnen wij rond de 300, 400 man kwijt. Maar in principe is dit onze eigen ruimte. Hier mogen wij gebruik van maken. Jij vertelde net, er zat op een gegeven moment een klein diepje, Frank, in Crespon. Ja. Of in KPJ, het aantal leden liep terug. En hoe is dat op het ogenblik? Nou, we zijn net vanuit de corona ook weer een dipje gekomen eigenlijk. Maar we zijn nu weer redelijk aan het opbouwen. We mogen weer feesten organiseren en we mogen weer mensen ontvangen waar we heel blij mee zijn. En we merken dat de nieuwe aanwas van 16, 17-jarigen die nu weer mogen vanwege corona, dat die ook wel langskomen bij ons. Dus ik denk dat we ook weer net uit een klein dipje komen wat corona heet, zeg maar. Oké, en jullie doelgroep? In principe mag je bij ons lid worden vanaf je 16e tot aan je 30e. Ja. En na je 30e kan je steunlid blijven eventueel, dus om de Crespon een beetje te blijven steunen. Maar onze doelgroep dat loopt over het algemeen een beetje tot 26 ongeveer. Okay. Als ik kijk naar Crespon, zoals het op dit moment is, en het leeft heel erg hier in Harmelen. Wat is eigenlijk het maatschappelijk belang verder van Crespon hier in het dorp? Ik zou nog wel een stapje verder durven gaan door de KPJ ook een kweekvijver te noemen van bestuursleden en andere mensen die weten van wanten, weten van organiseren, waar het dorp Harmelen nog steeds vruchten van plukt. Dus menig KPJ-lid is, laat ik zeggen, doorgeschoven van een van de vele commissies binnen de vereniging of het bestuur naar iets hoger gelegers. Dat kan bijvoorbeeld het bestuur zijn van Decibel zelf. En dan sta je iets meer op afstand, maar je doet dan wel wat voor het dorp. Als ik naar mezelf kijk, heb ik die stap gemaakt en ben ik van daaruit ook in aanraking gekomen met de politiek. Dus ik ben de gemeenteraad van Harmelen nog eventjes in gewandeld. Daarin was ik overigens niet de enige. Dus deze manier voor werken is gewoon aan de orde van de dag. Zeker als je kijkt naar het verenigingsleven. Want menig KPJ'er, zoals ik dan altijd nog ouderwets zeg, stroomt door naar de carnavalsvereniging van de Kwakbollen. Of men is leider bij Jong Nederland. Of men helpt de septembermarkt te organiseren. Of de Oranjevereniging. Je ziet overal toch wel dat de activiteiten die Harmelen rijk is gedragen worden door toch menig oud KPJ'er. Ja, dus je kunt wel zeggen van het verenigingsleven en Crespon hier in bijzonder heeft een belangrijke rol speelt die gewoon in het maatschappelijk leven van Harmelen. En het levert ook voor degene die in de besturen gezeten heeft nog eens een keer een hele mooie ervaring op jonge leeftijd op. Ja. Want jullie bestuursleden zijn ook allemaal heel erg jong en dat draag je mee in je verdere leven. Ja, ik zie dat, ik ben naar links en rechts kan ik ook een beetje in de keuken kijken van andere clubs. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n tentfeest wat georganiseerd wordt, wat daar allemaal niet bij komt kijken. Niet alleen het feest zelf organiseren, maar ook de financiën, hoe doe je dat zo makkelijk mogelijk, de hele vergunningentraject. Dat zijn toch dingen waar menig volwassene ook voor weg kijkt of schrikt. Terwijl als je dat kunstje al een keer gedaan hebt, dan kun je dat op andere fronten op je zetten. Ja. Maaike, hoe zie jij Crespon vandaag? Hoe ik het zie? Ik zie het vooral als een hele hoop gezelligheid voor de jongeren in het dorp. Door met elkaar te verbinden, het leuk te houden en een leuk uitje te hebben in een weekend. Want in principe zijn wij elke vrijdagavond open. Ja. Om een lekker gezellig drankje te komen doen. Toch het dorpse gevoel houden. Hopelijk dat dan ook veel jongeren nog steeds in Harmelen willen blijven. En niet maar de deur uitgaan omdat hier niks is. Om richting Utrecht of hoe door anders te trekken. Precies. Ja. Ik zie het eigenlijk gewoon als een verbindingspunt voor jongeren in Harmelen. En hoe zien jullie huidige activiteiten eruit? We hebben het net al gehoord over het tentfeest dat eraan zit te komen. Maar daarbuiten, wat... Nou, daarbuiten hebben wij volgens mij uit mijn hoofd 4 à 5 feesten die wij gewoon hier in Decibel organiseren. Dat gaat dan tot ongeveer 400 man. Dat is sowieso met oud en nieuw vieren wij een feestje. Na 12 met kerst hebben wij altijd een feestje. Carnaval vieren wij altijd voor het normale carnaval. Een week eerder vieren wij het groots. En dan hebben wij nog
twee Crespel Nights ertussen zitten, om het een beetje op te vullen natuurlijk. Okay. En daarnaast doen wij sportactiviteiten, we hebben Crevo-activiteiten, dus we zijn druk bezig. En die vinden ook hier, die Crevo-activiteiten vinden ook hier plaats? De ene keer wel, de andere keer niet. Soms dan gebeurt het wel eens hier in de Crespelmoor, maar we zijn ook wel eens op pad geweest om ergens klompen te gaan schilderen. Dus ja, genoeg te doen. Oké, al met al een mooie oude vereniging inmiddels al, want 1965 is alweer een hele tijd achter ons. Ja. En met een mooie toekomst voor jullie, zeker nu corona weer voorbij is en er weer van alles mag. Ja. Dus veel succes. Ja. En dank jullie wel voor je bijdrage. Graag gedaan. Ja, graag gedaan.